sterke tweede helft was nodig om NAC vandaag op de knieën te krijgen. Ja, dat klopt. We wisten dat we de tweede helft aan de bak moesten om te zorgen dat we drie punten in huis hielden. En ik denk dat we dat super hebben gedaan. Echt een groot compliment voor de hele ploeg. Zo kun je in één keer van camera naar camera, van journalist naar journalist. Ja, klopt. Ja, altijd leuk. Natuurlijk. Ik ben nog zo jong en daar moet ik van genieten. En ik geniet er ook zeker van. Je eerste doelpunt in de Eredivisie. Hoe voelt dat? Ja, toen ik in de KNVB-beker al scoorde, toen was het dan, kon het al niet op. En ja, dat het niet zo snel ook de eerste voor mijn team in de competitie maken, dat is onbeschrijfelijk. Is dit nou een echte spitse goal? Ja, ik denk het wel. Ja. Dit is toch wel een spitse goaltje, denk ik. Mooie eerste pas komen en scoren. Ja. Dat zijn de goals waar ik van moet leven en daar ben ik heel blij mee. Hoe was het voor jou om erin te komen en te scoren na de laatste weken dat je weer op de bank zat? Ja, dat is lekker. Natuurlijk, het is fijn om te spelen en belangrijk te zijn voor de ploeg. En het is fijn. Mijn derde goal al dit seizoen in de competitie. Dat is lekker gewoon. Ja. En het is nog beter dat de rest daarna ook scoort en dat we uiteindelijk de tweede helft dan makkelijk winnen. In hoeverre was jij nog teleurgesteld dat je weer op de bank moest beginnen? Ja, nee, dat gebeurt. Hè. Dat is voetbal. Dat ga ik niet bij de pakken. Inderdaad. En gewoon hard blijven trainen, hard knokken. En ik weet dat ik echt wel belangrijk ben voor deze ploeg. En na een blessure moet je zorgen dat je snel weer terugkomt. En het was fijn dat ik vandaag minuten kon krijgen. Ik zag ontlading toch wel naar die goal. Was dat alleen uit vreugde of ook een beetje uit frustratie? Beide denk ik. Hè. Als je wil spelen, nogmaals, je wil spelen en fit zijn en belangrijk zijn voor de ploeg. En dat ben ik weer. En het is dan leuk als ik een goaltje kan maken. Maar je wil gewoon winnen en dat is het belangrijkste. Dat hebben we gedaan. Wat dacht jij toen Douda uitviel na ongeveer een half uur spelen? Ja, ik had het nog niet eerder meegemaakt zo lang te kunnen gaan spelen. En er ging heel veel door me heen. Maar ja. Zoals? Ja, van bewijzen, je mag geen fouten maken, bewijzen. Ja, dat gaat er altijd door mijn hoofd heen. Soms leg ik me te veel druk op, maar ik heb het vandaag denk ik goed gedaan en daar ben ik heel erg blij mee. Je zegt, ik leg me soms misschien iets te veel druk op, maar zo'n goal als je dan vandaag maakt, die haalt die druk ook wel weer weg misschien? Ja, precies. Toen ik die goal had gemaakt, dan was alles alweer weg en toen gewoon hard werken en proberen nog eentje te prikken. En als dat niet lukt, gewoon hard werken en team helpen en dat is zeker gelukt. Dan wil je 4-1, drie wedstrijden op een rij winnen. Dat was nog niet eerder gelukt dit seizoen, dat moet lekker voelen. Dat is heerlijk, hè? Dat is een beetje de flow waar we naar op zoek waren. En, het is lekker, maar we proberen dit wel vast te houden.